De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus, vervuld van de Heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar hij 40 dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at hij niets. En toen ze voorbij waren, kreeg hij honger. De duivel zei tot hem: als gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij een brood verandert. Jezus gaf hem ten antwoord: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Daarop voerde de duivel hem omhoog en toonde hem in een oogwenk alle koninkrijken der aarde. En de duivel sprak tot hem: ik zal u alle macht geven over deze heerlijke gebieden, want ze zijn mij geschonken en ik geef ze aan wie ik wil. Als ge dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van u zijn. Toen antwoordde Jezus hem: er staat geschreven, de Heer uw God zult ge aanbidden en hem alleen dienen. Daarna bracht de duivel hem naar Jeruzalem, plaatste hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot hem: als gij de Zoon van God zijt, werp u dan vanaf deze plaats naar beneden, want er staat geschreven: aan zijn engelen zal hij omtrent u het bevel geven u te beschermen, en ze zullen u op de handen nemen, opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord: er is gezegd, gij zult de Heer, uw God, niet op de proef stellen. Toen gaf de duivel al zijn pogingen om hem te verleiden op, en hij verwijderde zich van hem tot de vastgestelde tijd. Woord van de Heer. Zusters en broeders, dit is een machtig verhaal. Maar we hebben net carnaval gehad. En misschien hebt u daaraan meegedaan, misschien ook niet in deze coronatijd. Het is moeilijk nog. En dan is er hoe carnaval vieren, betrekkelijk. Maar je hebt misschien een askruisje kunnen halen, toch ook. En nu zitten we de eerste zondag van de 40 dagen tijd. De grote voorbereidingsperiode op Pasen. Het grote feest van de opstanding, de overwinning op de doden. Maar Jezus heeft zijn 40 dagen er al op zitten. Als die confrontatie met de grote verleider, met de Satan, met de duivel komt. Wij horen ervan aan het begin van de 40 dagen tijd. We zijn dus gewaarschuwd. Een spannende tijd waar van alles op de loer kan liggen. En laten we eens gaan kijken dan maar wat Jezus overkomt. En meteen is dat daar 40 dagen gevast aan die eerste verleiding om van stenen brood te maken. Wie zou dat eigenlijk niet willen kunnen? Van stenen brood maken en zo meteen een einde maken aan de honger in de wereld. Maar Jezus zegt, een mens leeft niet van brood alleen. En heeft gelijk, maar ook geen tovenaar wil hij ook niet zijn. En eigenlijk is dit verhaal bijna goddeloos, want God is hier weg. Hè? Hij is alleen overgeleverd naar alle ontberingen. Is gedoopt, is de woestijn ingegaan en hij gaat als het ware de tocht van Israël hernemen. Die grote woestijntocht waarin ze na uit het slavenhuis van Egypte bevrijd te zijn, doorheen moesten om het beloofde land binnen te gaan. Zo ook Jezus. Hij maakt als het ware, herneemt die tocht van zijn volk als een bevrijdingstocht. Om dan ja, het land van belofte straks binnen te gaan. Die nieuwe wereld, die nieuwe aarde. Maar daar komt het, die duivel dus. Hij wil niet zomaar toveren. En hij weet, je leeft niet van brood alleen. Wat je nodig hebt is liefde, geloof, hoop en vertrouwen. En daar komt het. De tweede verleiding is nog gemener. Maar ook om te lachen misschien. Er zit ook een beetje humor in. Als de duivel hem alle koninkrijken van de wereld toont. En zegt, die zijn van mij. Het koninkrijk der Nederlanden. Zou dat van de duivel zijn? Oei, wat wordt hier gezegd? Maar daar waar macht is, en dat merken we ook maar al te goed bij de verhalen rondom MeToo, hè, waar macht is, daar komen ook heel veel problemen. En er zijn de sterke schoenen die het kunnen dragen. En Jezus wijst hem af. Hij gaat er niet op in. En hij wil die macht niet. Hij wijst ook de macht af. En dan die derde bekoring, de meest geniepige.
de meest gemene. Want hij spreekt hem daar aan op wie die werkelijk is, die Zoon van God, die onder ons is. Laat het zien dat geen steen je voet niet aan een steen zult stoten, want de engelen zullen je beschermen. En dan geeft Jezus de duivel van katoen. Ga weg, jij Satan, want er staat ook geschreven, je zult de Heer uw God niet op de proef stellen. Je bent ermee bezig. Hier wordt de Satan doorzien. Maar wat opvalt is hoe bijbels de verleider is. En het is op het scherp van de snede, wordt hier een discussie gevoerd met bijbelscitaten. Wat zegt ons dat naar de schrift toe? De schrift is een ingewikkeld boek. De Bijbel, er staan geweldig de belofte, de boodschap van bevrijding in. Maar het kan gebruikt en misbruikt worden naar alle kanten. Je hebt het nodig om het samen te lezen. En misschien heb je ook richtingwijzer nodig, hulp, om goed om te gaan met die citaten. En dan kom ik toch bij de kerk als de plek waar het boek gelezen en uitgelegd wordt. Maar ook met elkaar, dat we elkaar kunnen toetsen van of we Gods woord goed verstaan. En het is bij de 40 dagen, worden we teruggeworpen misschien op onszelf, om te kijken of we iets ons kunnen ontzeggen. Maar tegelijkertijd worden we ook daarmee verwezen naar de gemeenschap. Want de echte toets, of je op de goede weg ligt, ligt in hoe je omgaat met je broeders en zusters. Hoe je daarmee omgaat als iemand honger heeft. Dat je geen steen in brood gaat veranderen, maar dat je hem helpt. Een helpende hand reikt. Dat daar waar je voelt dat je misschien machtig bent, je macht niet gebruikt, maar dienstbaar probeert te zijn. En dat je God niet beproeft, omdat je pijn en verdriet hebt of dat je tegenslagen komt. Maar dat je om hulp vraagt en om geloof bidt, om al die tegenslagen te kunnen overwinnen. En zo is ook het begin van de 14 dagen tijd een verwijzing naar de gemeenschap. Dat je probeert in de steun met mensen, met elkaar, samen op weg te kunnen gaan naar Pasen. Om daar het grote feest van het nieuwe leven samen te mogen beleven. Want het is daar waar mensen elkaar vinden in het geloof dat iets van het Rijk Gods gaat doorbreken. En de verleidingen van de wereld of van de duivel, hoe je het ook noemen wilt, overwonnen worden. Amen.